Wiebouwplein, wethouder failliet, Minas. Wat gaat hier veranderen? Heel veel. We gaan hier heel veel mooie nieuwe woningen bouwen. En dat werd hoog tijd. Er lag hier een plan om ongeveer 20 eengezinswoningen te bouwen. En op dit moment ligt er een plan om ongeveer 132 woningen te bouwen. Dus heel veel meer dan we in eerste instantie hadden gedacht. Oudere mensen weten nog het Wiebouwplein van na de oorlog, hè, de hongerput. Waarom is dat eigenlijk in verval geraakt? Ja, er stonden hier heel veel portiek etagewoningen, er zat horeca. En we waren slecht onderhouden, heel veel in verval geraakt, kleine woningjes. En een jaar of 10, 15 geleden is al besloten om die woningen te slopen. En helaas hebben die woningen na de sloop hebben die braak gekregen. Dat kwam mede door de crisis. En u ziet het achter mij, er is wel een deel bebouwd geraakt. En daarna is er weinig gebeurd. Maar op dit moment heeft het college gezegd, er is heel veel vraag naar nieuwe woningen. Laten we kijken hoe we op dit terrein nieuwe woningen kunnen bouwen. En ik ben blij dat er een mooi plan ligt, waardoor we nu snel aan de slag kunnen. Even korte feiten. Aantal woningen, sociale huurwoningen, huurwoningen en koopwoningen neem ik aan. Ja, we hebben gekeken naar de samenstelling van deze wijk. Deze wijk, Nieuwland, daar staan ontzettend veel sociale woningen. Dus de invulling van deze wijk, daar willen we meer balans in brengen. Dus we willen op deze plek geen nieuwe sociale woningen toevoegen. Daarover hebben we gesproken met de woningbouwcorporatie WoonPlus. WoonPlus heeft ook gezegd, ik wil hier geen nieuwe woningen meer hebben. Dus we hebben aan de markt gevraagd, van joh, wat zijn jullie ideeën? Die hebben gezegd, we willen hier wel waarschijnlijk vrije sector huurwoningen bouwen. Tussen de €700 en €1000 huur. We willen mogelijk ook seniorenwoningen bouwen, zodat mensen kunnen doorstromen die hier in deze wijk wonen. Dus mensen die verbondenheid hebben en gebondenheid hebben met de wijk. En de markt heeft gedacht aan koopwoningen voor mensen die hier in de wijk wonen. Dus er komen hier vrije sector huur en koopwoningen, in totaal 132 stuks. En waarschijnlijk ook ontzettend veel seniorenwoningen met een minimale oppervlakte van 70 vierkante meter. Dan eventjes de zorgpuntjes. Er zal geheid moeten worden. Hoe gaat dat met de omgeving? Ja, nou, dat zijn allemaal van die dingen die we de komende jaar met elkaar en met de aannemer en ontwikkelaar gaan uitwerken. Het mooie is, de directe omgeving die is goed gefundeerd. Dus op het moment dat je hier gaat heien, dan heb je minder last en waarschijnlijk ook minder hinder van verzakkingen van bestaande gebouwen. Hè. Dat is vaak kwetsbaar in een omgeving waar woningen op houten palen staan. De directe woningen die staan op betonnen palen. Maar natuurlijk zal je goed moeten nadenken van op welk moment ga ik heien en daarover gaan we met de ontwikkelaar en met de aannemer in gesprek van joh, hoe gaan we dat het beste doen? Dit college wil van het gas af. Wat gaat hier met die nieuwbouw gebeuren? Is dat gelijk gasloos? Ja, zeker. Dat zijn energie-neutrale woningen die niet op het gasnet zijn aangesloten. Dan eventjes de winkeltjes. Vroeger ging je lekker naar het Wiebouwplein winkelen. Park Harga is erbij gekomen. Is er dan toch niet behoefte aan wat winkelruimte? Ja, die behoefte is er zeker. Maar het mooie is, het Wiebouwplein ligt in het verlengde van de Nodenslaan. En toen we op deze locatie dachten van joh, wat moeten we hier doen? Hebben we ook met de afdeling economie gekeken naar, is er ruimte aan winkels als je 132 woningen toevoegt. Maar u ziet ook dat er heel veel online gebeurt tegenwoordig. De Nodenslaan is letterlijk om de hoek. Dus hoe mooi is het dat als je hier een woning hebt, dat je binnen 5 minuten ook op de Nodenslaan bent met alle gemakken voorzien van ontzettend veel winkels. Dus we gaan hier geen winkels toevoegen, we gaan wel een kinderdagverblijf toevoegen. Er zijn ook nog wat hobbeltjes op de weg. Schievesten, de Martineschool in Ketel, het nieuwe gebouw bij Schiedam Station Centrum. U gaat dadelijk op naar de Tweede Kamer. Hoe moet u opvolger dat allemaal gaan afhandelen? Nou ja, als je bouwplannen bedenkt en als de leefomgeving verandert, dan heeft dat altijd impact op mensen die wonen in een bepaalde omgeving. En voor Schievesten gaan we 3500 woningen maken. Op Schievesten gaan we 3500 woningen maken. Tuurlijk heeft dat impact. En daar zijn we over in gesprek met allerlei partijen, zoals de provincie. Maar ik ben ervan overtuigd dat we daar uitkomen. En natuurlijk bekommer ik me ook om wat omwonenden vinden van de Martineschool. En ook daar gaan we met mensen in gesprek. Dat zijn we overigens ook al. Dus ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger daar ook op een goede manier uit gaat komen met iedereen.